Ik heb zo'n gevoel, dus ik ga nog heel even door. Ik laat alles liggen voor de rest. Ook de redstone. Ik heb namelijk echt een gevoel dat we ergens zijn. En we zijn ook ergens, verdorie! We zijn in het mineshaft! Jongens, mensen. Welkom bij een nieuwe video hier op het kanaal Flores. Laten we ons een like achter. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn <middels> kanaal? Abonneer zeker op mijn kanaal. Voor meer video's vandaag, aflevering 13 van de Minecraft Survival. En ik had in de vorige video een poll geplaatst van willen jullie liever bouwen zien of willen jullie liever minen zien? De meerderheid ging voor minen, dus wij gaan deze video minen. Nou, zo simpel is dat, onder het genot van een sappig verhaaltje. Um, en ik ga, ik, ik ga, ik heb alles al klaargelegd. Ik heb hier heel, 1, 2, 3, 4, 5 pickaxe. Nou, als dat niet genoeg is, uh, heel wat kool die ik eigenlijk nu terug wil leggen. Want die kool gaan we juist hakken ook. Want ik ga echt alles hakken gewoon. Echt alles wat ik tegenkom ga ik hakken. Ja, ook kool. en hey, spinnie. Ook kool. We hebben gewoon wel genoeg eten. We hebben gewoon echt meer dan genoeg om lekker te chillen. Um, en we gaan stripminen. Want ik heb geen mine die ik kan verkennen. Ik heb alleen de stripmine die we eigenlijk nog helemaal niet gebruikt hebben. En die is hier om het hoekje en dan hier naar beneden. Dit trappetje heb ik wel al gemaakt. Ik weet niet eens of ik het jullie al een keer laten zien heb. Um, dit trappetje. Want uh, ja, volgens mij heb ik gewoon sindsdien, sinds ik het trappetje gemaakt heb, niet eens gebruikt meer. Of in ieder geval niet eens gestript mind. Hier is goed. is ook een, ja, een oven en een dingetje. Oké. Okay. Um, dit ging naar lava. Welke kant gaan we op? We gaan deze kant op. We gaan gewoon deze kant op. We gaan het gewoon zien, jongens. Het foutje dat ik wil gaan. Ik ga heel eventjes wachten. Even een momentje hoor. Ik hoor namelijk door mijn koptelefoon de Minecraft muziek echt. Heel hard, zo, wat zachter. Um, Iron, nee, het verhaaltje dat ik ga vertellen. Deze video is het verhaal over hoe vrienden van mij een keer een hele harde prank hebben uitgemaakt. Uh, uitgemaakt hebben. F uitgemaakt? Ja, uitgehaald, zo. Uitgehaald. Ik zit te denken, wat is daar het woord van? Uh, een hele harde prank uitgehaald hebben met mij. Die toen uh, Stefan nog YouTube had. En die zouden ze gaan uploaden op YouTube. Maar dat hebben ze nooit gedaan omdat waarschijnlijk de hele groep te lui was om het te editen. Dat dus. En de voorbereiding was best wel slecht. Nou, nu zijn jullie was wel benieuwd. Eigenlijk, eigenlijk de voorbereiding. Ze wisten niet eens of ze ermee doorwouden gaan. Want eigenlijk was de voorbereiding duurde gewoon maanden. Toen ze begonnen met de, de prank. En het echt, de prank echt uitgevoerd werd. Zaten echt gewoon wel een paar maanden tussen. Hoe begon het allemaal? Ik zat nog op de middelbare school. En ik kreeg een mailtje van Yo. Zo, waarom hak jij niet? Dankjewel. Zo, Floris, jij bent uitgenodigd voor een collaboration. Oh, kom op, we gaan niet gek doen. Het ligt echt aan mijn muis en niet aan mijn computer trouwens. Ik ga echt een nieuwe muis kopen. Floris, je bent uitgenodigd voor een collaboration met Domino's. En ik dacht: Domino's, netjes. Ik eet pizza's. Dat was nog de tijden dat ik uh, echt heel lekker ging met YouTube, ik had uh, rond de 3 miljoen views had uh, per maand. En ik gewoon in een dag vaak 40k. Kom op, wat is dit nou? 40k views kreeg ook op mijn, uh, op mijn video's. Dus ik had echt wel het gevoel. Wat de hel is mijn microfoon aan het doen? Even rustig hoor. Kom op joh. Muis! Dit is Deze muis, jongens, gaan jullie nooit weer leven kopen. Microsoft. Ik heb echt gevoeld namelijk aan mijn muis ligt. En niet aan Minecraft. In ieder geval, waar was ik gebleven? Ik was gebleven bij dat dus mijn, uh, Dat was toch de tijden, zeg maar. Dat ik dus echt heel veel views had. Ik had gewoon 3 miljoen views. En um, ja, ik was best wel. Uh, uh, ik ging best wel lekker. Ik had gewoon in een dag 40 k views. ...in een uur soms wel 10k views op mijn video's. Het was echt nog de tijd dat ik echt mijn toppunt had. En toen kreeg ik een mailtje van Domino's. Van, hé uh, hey Floris, ik zie je YouTube-kanaal. Ik vind het heel erg uh, ziek, je YouTube-kanaal. Kan jij voor ons een video maken waarin jij langs gaat bij ons filiaal oftewel een restaurant van Domino's. Jij mag kiezen welke. Dan moet jij even de hot sandwich gaan uh, voorbereiden, of die moet je gaan maken in de video. En dan moet je die gaan opeten en dan moet je gewoon zeggen van oh, dat ding is echt uh, heel lekker. Koop hem ook en zo. Hij is heel lekker. Dus ik dacht van ja, weet je wat? Ik ga dat doen, maar dat doe ik natuurlijk niet gratis. Dus ik vroeg ja prima joh, ik vind Domino's uh, chill. Ik ga best wel vaak naar de Domino's. Ik ben wel bereid uh, dit te gaan doen in de video. Um, en ik ben wel bereid om langs een filiaal te gaan. Daar heb ik een filiaal gekozen. Een restaurant van Domino's waar ik langs wil gaan. En um, ik vroeg van wat willen jullie mij er dan terug voor geven? En toen kreeg ik een mailtje terug van. We uh, willen jou 800 euro geven plus de super special Domino's Pas. Dus ik denk de super special Domino's Pas. Wat is dat? Nou, wat het is of wat het inhoudt, is dat je een jaar lang gratis pizza's kan gaan. Krijgen. En het mailtje zag gewoon heel professioneel en goed uit. Dus ik geloofde het ook gewoon. Dus ik denk, ja, oké, okay, 800 euro en een gratis uh, pizza's van een jaar lang. Kom maar binnen. En ik geloofde het ook wel, want het YouTube-kanaal ging best wel lekker. Dus ik vond het nog wel een. Ja, het was wel een hele lekkere deal. Maar ik dacht van ja, het kan best wel echt zijn. En ik zat ook een beetje op te zoeken en er was Sophie Milzink. Die had al een video gemaakt van Domino's over die hot sandwich, dus die dus net uitkwam. En um, hoe heet die chick? Uh, Melanie Latoy, de zus van uh, Gio. Die had ook een video gemaakt. Dat ze langs uh, het klaslokaal ging en de Hot Sandwich ging uitdelen. En ik was dus wel, ik geloofde het allemaal wel. Want ik dacht: van ja, uh, waarom niet eigenlijk? Waarom zou ik niet uitgekozen worden? Mijn YouTube-kanaal gaat ook lekker. En ik had ongeveer dezelfde views als Melanie Toy destijds. Iets minder misschien. Um, nou ja, ik, ik had qua maandelijkse views had ik wel een beetje hetzelfde als Sophie Music en Melanie Toy. Maar dat kwam puur omdat hun één keer in de week uploaden. En ik eh, dagelijks. Dus dat scheelt natuurlijk wel. Um, maar ja, ik, ik vond het redelijk geloofwaardig. Dus ik dacht van ja, weet je wat? Uh, ik ga erop in. Ik geloof het allemaal. Dus ja, nou, ik geloof het en um, we hadden afgesproken ze zeiden dat ze nog wel even tijd nodig hadden, uh, maar ja uh, ze zouden me terugmelden wanneer het allemaal geregeld kon worden. Zij zouden natuurlijk dat restaurant die ik uitgekozen heb uh, zouden zij contacteren en dan zou dat allemaal goed komen. Dus ik denk uh, van, uh, nou oké. Okay. Uh, ik wacht wel eventjes... Op een gegeven moment ging ik ze mailen, want het duurde me best wel lang. En zeiden van ja, het is allemaal gelukt. We hebben een filiaal uitgekozen. Puntje, puntje. puntje... En uh, je kan daar uh, langs gaan komen. Wanneer heb jij tijd? Dus ik gooide een datum. Ik weet niet meer. We doen even voor het gemak zaterdag. Dus ik zei, ja, zaterdag heb ik tijd. Dan kan ik wel langskomen. Ze zeiden van ja, we kunnen zaterdag wel regelen. Maar dat is wel. Zij gaven vijf data. Zij gaven vijf data, uh, datums. Data, is alle, kan allebei. Uh, wanneer ik langs kon komen. En, um, dus ja, ik, de, ik koos er eentje uit en, uh, en ze zeiden van, ja, dat is wel snel, maar ja, weet je, het? Ik, deze gang zit echt niks, we gaan een andere gang kiezen. Uh, dat is wel snel, maar wij vinden het prima, kiezen we lekker die uit en dan kom jij toch lekker langs. Dus um, ik kom langs daar, uit bij het filiaal. ik sta zo aan de, de balie en ik zeg van, hé, hey, uh, uh, ik kan jullie al een mailtje gestuurd en um, ik kom die hot sandwich even maken in jullie restaurant. En dan, uh, ik ga gewoon even door aan deze kant. Nou, of zullen we ernaast? Nee, we gaan gewoon even deze kant door. Uh, ik kom dus, ik, die man die aan de balie van de, de, de domino's, de manager. Van, uh, yo, uh, uh, ik kom uh, die sandwich maken voor een video. Ik had hem op mijn uh, apparaat en zo. Nee? Goedemorgen, god. Goedemorgen, diamonds. Oh, mijn god, wat geluk. Dit is netjes. Um, dus ik, eh. Uh, um, ik met die manager praten van, ja, ik had een muntje gekregen, ik liet een muntje zien. Van, eh, hey yo, uh, ik kom hier dingetjes uh, regelen voor jullie, of een video maken. Maar die vent, die was heel boos op mij. En die zei van, uh, ga weg hier, uh, ik heb jullie gisteren al gehad. En uh, ik, ik heb hier helemaal geen zin in. Uh, verdoe mijn tijd niet, dit, dat, je mag hier niet bestellen. Ik mocht niet eens iets bestellen daar. Dus ik dacht van, wat gebeurt hier nou? Waarom, ik heb toch een, een, een afspraak gemaakt, waarom mag ik niet eens, nou hem niet eens bestellen voor een video, dat is toch heel raar. Dus ik uh, snapte er niks van, ik werd een beetje boos op die vent, ik zei even, uh, luister eens, ik, ben, ik heb een YouTube kanaal, best groot YouTube kanaal. Jullie hebben mij gemaild om deze video nu te maken, ik heb daar tijd voor gemaakt. Um, ja, ik wil gewoon die video nu uh, op gaan nemen. Ik heb mijn apparatuur bij, ik heb alles bij. Wat is nou het probleem? En ik werd echt. De vent werd echt boos achter de balie. En ik werd dus gewoon weggestuurd. Dus ik was met Stefan en Randy. Was ik uh, daar dus. En ik zit echt te denken van: wat is hier nou aan de hand dan? Wat de hel is hier nou aan de hand? Zeiden ze zeiden van: ja, zullen we anders gewoon naar een ander filiaal uh, gaan? En ik vond dat wel best. Even kijken, hoe ik dit uh, weghaal. Ik vond dat wel best. Nou, mij boeide dat ook niet. Dan nou, gaan we toch lekker naar een ander filiaal. Maar ik vond het wel al heel vreemd, zeg maar. Maar ik accepteerde het een soort van. Ik ga even deze hakken. Hier is volgens mij geen uh, lava meer. Misschien hier wel. Dus ik ga even. Ja, daar wel. Zo. Um, hier nog steeds. Nee. Dus dan kunnen we deze ook hakken. Volgens mij zijn het er vier, jongens. Het zijn er vier. Vier, dames. Niet verkeerd. Um, dus ik was echt gewoon heel erg verbaasd. Wat, wat was dit nou, zeg maar? Waarom mocht ik nou niet gewoon die video maken? Dus wij gingen naar een ander video. Bestelde daar gewoon een broodje hot sandwich. Want, en toen zouden wij ergens naar een chill plekje gaan. Daar zouden we. Hem... Oh ja, dat hadden ze in het mailtje gezegd. Ik ging hem niet maken. Ik ging hem gewoon bestellen en opeten. Dus nou, ik vond het ook uh, heel erg best. Dus ik gewoon lekker. Uh, ik had iets bedacht. Gewoon van: weet je wat? Ik ga gewoon tegen Randy. Dat is een vriend van mij. Gaan we een potje spelen. En de winnaar. Die mag de hot sandwich uh, uh, opeten. Dus ik denk: van weet je wat? Gaan we gewoon lekker doen. Dus ik wij zitten lekker op een mooi plekje. Willen die hot sandwich op gaan eten. En dan, uh, ja, ik win natuurlijk veel beter in een klees real dan die Randy. Dus uh, dat was geen probleem. Dan zou ik hem gewoon eten. Wat ook de mensen van domino's wouden dat ik ging doen. Het enige wat, wat ook nog was, is dat een bepaalde peper moest erop. Uh, Cheyenne peper. Um, en die moest, die moest ik kopen in de uh, supermarkt. Ik vond het al een beetje raar. Maar dan zeiden ze ja, dat is leuk voor een challenge. Dus ik denk: van, uh, Weet je wat? Doe ik toch lekker, domino's? Ik krijg van jullie geld. Ik krijg van jullie een gratis pas. Dan uh, vind ik echt niet erg om een beetje hete pepers te. te nemen. Dus ik uh, kocht dat. En, uh, nou, we waren dus lekker met die pepers. Dus ik had gewonnen van Randy. Ik uh, gooi die Chenet-peper erop. Stefan gooi er nog wat extra op. Vond ik al raar. Van, waarom gooi je er nou nog meer op? Nou ja, allemaal best. Dus ik chappen die... ...dat broodje. Was echt een lekker broodje. Ik moest natuurlijk ook zeggen van hun, van, nou ja... ...zeg wel dat die lekker is. Ik zeg... ...hij is heel lekker. Hij was ook wel lekker. Dus, nou, uh, zo is dat. Dus ik maak de video. Ik en hem chappen. Dus ik heb dat broodje op. Opeens beginnen Randy... ...en Stefan keihard te lachen. Dus ik denk van waarom lachen jullie? En dan zeggen ze, ze pakken zijn mobiel erbij. It's a prank. Dus ik denk it's a prank? Wat is een prank? Ik ben nou even nu in een video even nu niet, uh, Stef. Oh, oh, oh. Even nu niet, Stef. Ik ben even midden in een video waar ik geld voor krijg, om laten we hem afmaken. Maar ik snapte niet wat zij bedoelde met. Hoe lang blijft dit doorgaan? Hé, dat duurde heel lang. Um, wat bedoel je nu nou met, it's a prank? Nou, en toen hadden ze het helemaal uitverteld. Uh, uh, maar ik was dus echt heel erg in de war. Ik denk van, eh, it's a prank. Het uh, is een prank, wat, wat bedoel je ermee, zeg maar. Ik was gewoon nog helemaal in de, in de modus van, dit is gewoon een video. Ben ik aan het maken voor domino's. Uh, zei ze zei, nee, wij hebben het op mailtje gestuurd. En, um, uh, dus ik helemaal balen van, nee, want ik had echt de hele dag de tijd... Weer diamonds, oh, dat is de chill. Uh, ik had echt de hele dag de tijd genomen, zeg maar. Ehm um, om die, video, uh, om die video te maken. Ik had echt heel goed voorbereid. Ik had uh, zelfs een microfoontje, volgens mij, gekocht ervoor. Het was echt niet normaal. Want ik dacht, ja, ik moet het gewoon goed aanpakken. Domino's. Al krijg ik hier een langere samenwerking van. Dan ben ik binnen. Maar het was dus een prank. Dus zij hebben dat mailtje verstuurd. Terwijl dat eigenlijk gewoon. Uh, ja, dat waren zij gewoon. Maar het leek zo professioneel. Het zag er ook. Het uh, Domino's logo zat erbij bij dat nutsje. Het leek zo professioneel. Ik trap niet echt vaak in pranks. Maar hier trapte ik wel in. Dus ja, ik en wat balen natuurlijk. Ik wil echt wel die gratis Domino pas. Het was misschien ook wel iets te mooi om waar te zijn. Um, dus ik ja balen en uh, zij hebben mij dus gewoon volledig voor de gek gehouden en ze hadden dus ook die pepers die waren kennelijk heel erg heet en dan was hun prank er ook nog eens bij dat ik dus die pepers, uh, dat broodje ging opeten met die pepers en dat ik dan echt helemaal uh, rip ging omdat het gewoon zo extreem heet was. Uh, maar ja de grap was eigenlijk in die video uh, dat het helemaal niet zo heet was. Het was helemaal niet zo heel heet, die, uh, die papers. Dus daar heb ik wel geluk mee gehad. En ze waren ook wel verbaasd. ze dachten echt dat dat heel grappig zou zijn. Dat ik echt gewoon heel erg zou zweten om die papers. Maar op een of andere manier viel dat allemaal reuze mee. Maar ja, dat was dus de prank die ze uit hadden gehaald. En dat zouden op. Uh... Uh, Stefans kanaal komen. Is uiteindelijk nooit op Stefans kanaal gekomen. Want Stefan is gewoon lui. En die heeft het nooit geëdit. Maar uh, ja, ik vond het op zich een hele goede prank. Als ik het nu navertelt, klinkt het misschien een beetje dom dat ik daar trap. Maar het was echt zo goed. Uh, uh, die, ik, was go ik had gewoon helemaal niet door dat het een prank was. En waarom was het nou zo vaag, vraag jullie er waarschijnlijk af bij die Domino's man. Nou ja, wij hebben een vriend die werkt bij Domino's. En die kon wel regelen. Dan zou hij met mij die hot sandwich maken. En dan leek het nog echter. En dan dacht ik helemaal dat ik die hot sandwich dus eigenlijk aan het maken was. En dan leek het allemaal nog veel echter. Want hij werkte bij de domino's en hij zou dat regelen. Maar die manager van de domino's, die was daar dus niet mee eens. Dus die boy dus die in het complot zat, die, um, die wou dat dus regelen. Dat ik dan met hem die uh, hot sandwich zou maken. Um, en dan... Dat, dat, dan, dan zou het nog een grapperige nog een prank zijn, zeg maar. Omdat ik dan, dat je mij dan ook echt die hot sandwich ziet maken. Maar dat ging dus last minute niet door. Omdat die chagrijnige manager van Domino's dat niet zag zitten. Echt ongelooflijk wat boeit dat nou. Waar maak je je druk om, dacht ik. Maar ja. Eh, achteraf, zeg maar. Maar ja, hij zag dat, dat dus niet zitten. Chagrijn, Ik mag die vet niet. Uh, weet je wat, we gaan even naar een andere kant op. Uh, maar hij zag dat dus ze dat niet zitten. Even kijken. Oh, dit is nog steeds niet. Uh, wat heb je nu al diamonds hier gevonden? Dan zie je in deze meer. Deze mordier. Dus dan moet ik. Klik-klik-klik. Hier weer hakken. Toch? Ja. Oké, okay, dus nee, maar die vent zag dat dus niet zitten. Echt een chagrijn. Eigenlijk achteraf. Het is toch heel grappig, gewoon juist. Dat, dat dan zo'n ventje. zijn zo hot sandwich maakt. Um, en dan uh, uh, dat, dat dat eigenlijk gewoon voor niks is. Dat ik het helemaal ging filmen en zo. Maar die manager die zag het dus niet zitten. En de grap was. Uh, Chris en Stefan en zo waren de dag van tevoren. Voordat ik dus um, um, die video zou gaan maken bij Domino's. waren zij langs geweest om het helemaal uit te leggen aan de manager. Met degene die daar werkte. Maar die vent die was daar dus niet van gediend. Want um, er was al een keer eerder mensen gefilmd in Domino's. En hij was bang dat we. Uh, domino's belachelijk gingen maken in die video. Omdat het dus een prank was. Nou, dat was natuurlijk helemaal niet het geval. Totaal niet. Zelfs, het was juist gewoon als grapje bedoeld voor een video. Maar die vent was er dus niet mee eens. En ik kom dus uh, filmend en aan uh, al uh, oh, die domino's de volgende dag uh, binnen. Terwijl de vorige dag die manager dus al heel boos geworden was op de vrienden van mij. Dat we dat wilden doen. Dus die manager was dus extra boos. Die dacht, kijk, hebben we ze weer? Die wist natuurlijk niet dat ik de YouTuber was. Want... Uh, uh, ja, weet hij veel wie ik ben? Hij kijkt natuurlijk helemaal geen Clash Royale video's. Maar die vent, dus echt uh, helemaal boos op mij worden. En dat verklaarde dus een hoop. Want ik was echt toen helemaal verbaasd: hé, hey, je hebt me toch gemaild? Nou, jij niet, maar Dominus heeft mij toch gemaild. Uh, waarom word je nou zo boos? Ik kom jullie alleen maar een gunst verlenen. Maar het was zo grappig, want. Ja, Stefan die zat ook helemaal te lachen, natuurlijk, omdat die vent boos was. Zij waren gisteren langsgekomen. Uh, maar op een gegeven moment zei Stefan ook: van, Weet je wat, boeien, we gaan wel naar een ander restaurant. En ik vond dat al heel vaag. Van uh, boeien, we hebben toch afgesproken met echt de echte baas van de manager van Domino's dat het hier moet. Dus waarom gaan we naar een andere? En. Um, ja, maar toen, uh, toen ik, ik dacht, weet je wat, boeien. Ik ga gewoon weg, want die vent wou echt ruzie maken en zo. Ik had daar helemaal geen zin in. Um, maar ja, dat verklaarde dus uiteindelijk een hoop waarom die dus zo boos werd. Maar ik was dus daar heel erg verbaasd over eerst. Uh, maar dat was dus de prank die ze dus uitgevoerd hebben. Ze hebben de video's, ze hebben het wel allemaal opgenomen. Maar ze hebben het dus nooit geëdit. Wat eigenlijk wel heel jammer is. Want het was best wel een leuke prank, als je het mij vraagt. Ik vond het best wel een goed bedachte prank. Puur dus ook omdat ik um, ja, totaal, niet, uh, totaal niet gedacht had. Ik was gewoon echt verbaasd dat het een prank was. En um, wat ze dus beter hadden kunnen doen. Ze wouden dus eigenlijk regelen met een ander filiaal. Maar ik zei van nee, ik wil echt deze dag uploaden. Dus ze kunnen even uh, uh, opnemen. En ze hadden al eerder dit als een optie gegeven. Dus ze konden ook niet echt meer terug. Uh, alleen, het was voor hun wel vervelend. Want ze konden dus niet regelen voor Domino's. En het was, die prank was nog zes keer zo goed geworden. Als ze dus echt konden regelen van dat ik echt dat broodje ging maken in Domino's. Dus dan stond ik nog veel meer voor lul. Dus stond ik nog een beetje voor lul. Ik zat nu nog wel een beetje voor lul dat ik dus uh, dat Clash real potje... Het spelen was. En ik helemaal dacht dat ik geld ging verdienen... ...en die pas zou krijgen. Maar dat was dus niet zo. Maar dat was niet. Zoals Wilco dat altijd mooi zegt. Um, maar het dus was wel een hele leuke prank van... Um, was ...van mijn vrienden, zeg maar. Maar ze hebben dus, heel jammer... ...het nooit echt geedit. Um, even kijken, jongens. We vinden in deze gang niet echt diamonds. En ik weet nooit wat... Wat het slimste is om hoe lang, zeg maar, door te graven. Maar op een gegeven moment houdt het ook wel op. En dan denk ik dat ik een andere, van nieuwe gang moet gaan vinden. Want op een gegeven moment heb je zo'n gebied uitgekaat. En daar zit sowieso wel iets van diamonds eh, tussen, zou je verwachten. Op zich, we hebben nu al zes diamonds. Daar ben ik eh, helemaal niet ontevreden mee, als ik eerlijk ben. Dus totaal niet zelfs. Ik vind zes diamonds al eh, meer dan ik had verwacht. Ja, in echt twintig minuutjes hebben we al zes diamonds weten eh, te vinden. En ik ben ook wel een beetje op zoek naar een grot. Want het is ook wel chill als we gewoon een grot... Eh, kunnen gaan vinden. Want je ziet al wel. Al mijn diamonds tot nu toe heb ik gevonden. In een grot. En niet als een. Uh, of in een stripmine. Weet je wat doen we nog? 1, 2, 3. Dan ga ik nog heel even een opening maken naar de andere kant van de stripmine. Eentje hiernaast. En dan ga ik daarbij de video uh, eindigen. Want we zitten alweer richting de 20 minuten. Ja, ik kan echt niet wachten op 20 juni, jongens. I can't wait till 20, 20 juni. Ik wil zo graag. Um, nieuw internet, want ik vind het echt verschrikkelijk op dit moment. Uh, zo, 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 zo. Aan het begin van de video volgens mij was dat deze video ging het dus ook gewoon een beetje laggen. En als ik ergens een echo aan heb is lag. En ik dat ligt misschien wel aan mijn computer, want ik heb deze computer best wel een tijdje geleden gekocht en het is een hele goede computer om te editen, maar het is een minder goede computer om te uh, te gamen, want ik gamede nooit op de computer, ik gamede altijd op de Playstation, en toen ik deze computer ko uh, ko kocht, was het natuurlijk alleen maar Clash Royale, en ik kocht hem ook voor Clash Royale, uh, maar ik was dus helemaal niet uh, gewend om te gamen op de computer, en nou is Minecraft niet een heel groot spel, daar heb ik dus wel geluk mee, maar het is wel een spel, en mijn videokaart was echt een van de slechtere video. Kaarten, iets van 940 of zo, of 960 misschien. Maar helemaal niet zo heel goed. Puur omdat ik het dacht dat ik het helemaal niet nodig zou hebben. Want ik game dus echt gewoon nooit op de computer. Maar nu ik dus Minecraft aan het doen ben. Dat zou, ik denk dat ik het ook wel hou bij Minecraft. Um, dan is het wel handig eigenlijk. Om ja, een iets betere computer aan te gaan schaffen. Dan de computer die ik nu dus uh, bezit. Of nou ja, een betere computer hoeft natuurlijk niet. Want je kan met Windows kan je, als het goed is, ook gewoon... Even kijken hoor. Wat willen we niet hebben? Ja, op zich kan ik allemaal wel weg hè. Zo... Hoppeté. Um, nee, wat we. Uh, uh, wat zou ik nou zeggen? Ja, dus een betere videokaart. Ik kan dat best wel aanpassen. Dat ik een losse videokaart koop. Ik weet niet hoe duur die zijn. Dan doe ik. Nou, misschien als je nog deze video kijkt. En er een beetje verstand van hebt. Laat achter in de comments wat uh, goed voor mij is. Ik heb het eigenlijk alleen nodig voor Minecraft. Ik ga niet GTA of zo spelen erop. Ehm. Um, maar ik zit zo te denken aan ja iets van 1000 nog wat of zo. Het hoeft ook niet te duur te worden. Maar in ieder geval dat ik misschien de renderdistance iets hoger kan gooien voor Planet Craft. En dat ik um, uh, de renderdistance wat hoger kan gooien voor Planetcraft. En ja, dat ik dit soort lag niet krijg. Want mensen zeiden in de comments dat dit niet lag aan mijn internet. Maar dat dit echt lag aan mijn uh, pc. Wat dus wel jammer is. Want mijn ram en zo, mijn werkgeugen en uh, alles is wel gewoon. Heel lekker. Ik kan er heerlijk op editen. Alleen nu, dus, de video wat minder. Omdat ik dus er dus niet heel lekker op kan gamen. Wat ik wel opval. voor mij hebben we echt wel heel veel Iron, of niet? Oh, een stack. Valt nog best mee. Ik wil eigenlijk nog eventjes een beetje doorgaan. Want ik heb echt nog op zoek naar één keer diamonds. Of emeralds. Of nog een grot of iets gewoon. We komen hier bij dirt. En dirt onder de grond is vaak een teken van diamonds. Volgens mij. Wauw, komen we nu bij dirt. Even kijken hoor. Even een beetje uitgaven of dit iets is. Nee. Waarom dirt? Ik wist niet eens dat dat... Gewoon een beetje uitgaven Nee, er is hier niks. Ik vind dat apart. Opeens dirt. Midden in, uh, midden in de grond. Echt gewoon maar elf boven bedrock. En vaak is... voor mij heb ik dat gelezen in de comments een keer. Dat iemand zei dat je vaak diamonds vindt bij dirt. Uh, maar helaas, nu geen diamonds. We gaan nog heel even door tot we even iets leuks vinden. Of diamonds, of een grot. Of uh, emeralds. Of iets leuks. Maar gewoon iets spannends. Of lava. Of iets gewoon wat we kunnen exploreren in de volgende video. We moeten toch wel weer bij god komen. Alhoewel we net natuurlijk ook al een grot uh, gevonden hebben. Dus ik mag eigenlijk zeker niet klagen over deze video. Zo. En ook over Planet Craft uh, gesproken. Ik weet nog niet wat jullie leuker vinden. Minecraft Survival of Planet Craft. Zelf ligt het eraan. Als ik iets nieuws heb voor Minecraft Survival, vind ik Minecraft Survival leuk. Maar als ik dan iets vets heb verplant, het is gewoon puur waar ik een beetje zin in heb. Ik vind het allebei iets Minecraft. Dit is meer mijn eigen dingetje. Bij de andere kan ik meer dingen laten zien van andere mensen. Zelf bouwen. Uh, ja, ik kan niet heel goed bouwen. Ik kan wel dingen nabouwen. Maar dat is misschien een beetje saai. Op een gegeven moment, als we onze basis echt heel groot hebben, dan kan ik nog. Wow, dat muziekje is echt wel heel eng. Ik heb echt gevoel. Ik heb echt gevoel dat we dicht bij iets zijn, jongens. Ook oh, maakt de video weer iets te lang. Ik maak de video iets te lang, maar ik heb echt het gevoel dat we ergens zijn. We zijn heel dicht bij kool. Bij kool. We zijn heel dicht bij kool. Nee, we zijn niet heel dicht bij kool. Ik denk dat we ergens bij diamonds zijn. Ik heb zo'n gevoel, dus ik ga nog heel even door. Ik laat alles liggen voor de rest. Ook de redstone. Ik heb nou ik echt. een gevoel dat we ergens zijn. En we zijn ook ergens verdorie. We zijn in een mineshaft. Ik had ook toch zo'n gevoel, jongens. Dat we ergens zijn. We zijn er in de mineshaft. De volgende video gaan we deze mineshaft. Ga ik eerst eventjes mijn spullen terugbrengen. En gaan we deze mineshaft uh, gaan we verkennen. Oh, mijn handen jeuk om deze mineshaft te verkennen. Ik had gewoon zo'n gevoel dat we dicht bij iets waren. En ik had ook gelijk ook, jongens. Ik hoop dat nog een de video De volgende video gaan we deze mineshaft verkennen. Dat vind ik echt heel leuk om te doen. Dat vind ik een van de leukste dingen. Dit soort grotten uh, verkennen, jongens. Ik hoop dat we een de video zien in de video. Tot dan,